Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 20 augustus 2015. Dit is het bulletin van donderdag. Op vragen van PA00 Nieuws heeft AT nog enkele zaken rond de toekomstige 5 megahertz allocatie toegelicht. Allereerst lijkt de eerder genoemde termijn van uiterlijk half september wat voorbarig. Meer waarschijnlijk is dat pas eind september of zelfs half oktober alle aanpassingen aan de regelgeving uitgevoerd kunnen zijn. Daarnaast heeft agentschap Telecom bekendgemaakt om welk gereduceerd zendvermogen het bij de nieuwe band zal gaan. Dat is 100 watt. Rockwell Collins is gestopt met het maken van zijn filters. Dat weten onze oplettende luisteraars. Maar ze blijft in het nieuws. Dit keer heeft ze plannen gemaakt om de hele Verenigde Staten te voorzien van een HF-noodnet. Dit noodnet gaat werken met ALE, Automatic Link Establishment, ook wel ALIS geheten. Anders dan met ham radio stelt ALE de gewone hulpverleners in staat om noodverbindingen te maken door gewoon op een knop te drukken, zo stelt Rockwell Collins. De service draait op dit moment al in proef bij een grote sheriff-organisatie en zal op huurbasis beschikbaar komen. Op het internet vragen mensen zich al af of de radioamateurnoodcommunicatie van ARIS nog wel nodig zal zijn, omdat Rockwell Collins zich bewust probeert te onderscheiden van de hamradio manier van verbinding maken tijdens noodsituaties. Radio Veronica gaat zijn landelijke dekking verbeteren. Hiervoor gaat de zender van Lelystad met 41 kilowatt vermogen verhuizen naar Hilversum, waar nu een 50 watt zender staat. Tegelijkertijd gaan ook 2 steunzenders geplaatst worden in Hoorn en Emmeloord. AT heeft inmiddels het papierwerk ontvangen. De consultatieronde voor het nieuwe frequentieplan 2015 wordt vrijdag gesloten. Opvallend is de voorgestelde wijziging om de besturing van drones op de 13 centimeter toe te laten. Een vreemd idee natuurlijk, want daar zitten ook de zendamateurs. Veel reacties aan de overheid melden dan ook de gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan als een zendamateur zijn uitzending begint als er in de buurt een drone vliegt. De DECARS kwam als eerste grote organisatie voor radioamateurs met een reactie. Opvallend is ook dat de DECARS ook voorstelt om de 5 MHz allocatie meer in lijn met andere landen te brengen en om extra 100 kHz vraagt. We wachten in spanning af. Slimme ambtenaren bij Binnenlandse Zaken in Groot-Brittannië hebben een enorme kostenbesparing ontdekt. Voor niet minder dan 6 biljoen pond wil men het radionet voor hulpverleners zoals politie, brandweer en ambulance gaan vervangen voor 4G-verbindingen. Jawel, die wij voor onze mobiele telefoons gebruiken. In het grote verband van zaken lijkt het op termijn een slimme besparing op de jaarlijks terugkomende huur van een huidige net van 450 miljoen. En dat kan geen plaatjes verzenden. Er is nogal wat weerstand van de gebruikers. Maar het ministerie houdt vol dat de verhuizing binnen 1 jaar kan beginnen, ook al is nog niet overal dekking. Het huidige systeem Airwave is volledig gescheiden en onafhankelijk. Het bedachte 4G-systeem gaat gedeeld worden met de mensen die 112 moeten bellen. De tegenstanders zien dat als een van de problemen wanneer er grote rampen gebeuren. Ook lijkt het erop dat het nieuwe systeem, zoals nu ontworpen, ook niet werkt in de metrobuizen. De nieuwe nieuwsbrief van de IARUMS, de Intruderwatch, is inmiddels 9 dagen oud, maar ik wil hem nog even onder de aandacht brengen. Een onderdeel daaruit is de Oekraïense Buitenlandse Inlichtingendienst heeft inmiddels een zender voor gecodeerde berichten geactiveerd in een amateurband. Misschien leuk om een verbinding mee te maken of voor een QSL-kaart te horen op 7163 kHz. De eigenaars van de Sprout mini-satelliet vragen om rapporten. Een leuke eigenschap van deze satelliet is dat deze SSTV-beelden uitzendt. Deze satelliet is te ontvangen op 70 centimeter. Daily Minutes is dagelijks om 1900 uur op 6005 en op 7310 kHz. En 5 minuten later op PI2 NOS. De dag erop zijn er herhalingen om 10 uur op 7310 kHz, om 10 uur 30 op PI2 NOS en om 14 uur 30 op 9560 kHz. Mailadres van de uitzendingen is x@xdv.me. Redactie en presentatie van deze uitzending PA0ETE en PA9TV. Met bijdrage van PD4ROB. De techniek is in handen van PA0ETE.